Hey, goedemorgen allemaal. Super fijn dat jullie er zijn. Welkom. Wat we vandaag gaan doen, we gaan een gesprek hebben en dat noemen we het Nationaal Gesprek over Vrijheid. En dat doen we eigenlijk op scholen en op plekken zoals dit, op ROC's, door het hele land. En dat doen we omdat we het heel belangrijk vinden dat studenten en scholieren in gesprek gaan met politie. En vandaag gaan jullie in gesprek met Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP. Dankjewel dat je er bent. Pak vooral je microfoon. Pak even je microfoon. Ja, wat leuk dat ik hier mag zijn in het mooie Tilburg. Ik kom zelf uit Os, dus het zijn toch een beetje Brabanders onder elkaar vandaag, hè? Ja, hoor ik daar heu? Ja. Oh. Goed zo. En de gesprekken die we hier doen, dat doen we vanuit de Bali. En de Bali is een plek in Amsterdam en daar doen we eigenlijk elke avond dit soort dingen. Dat we in gesprek gaan met mensen, het zijn een soort talkshows, daar doet het misschien het meeste aan denken. En hoe de dag er vandaag of hoe de ochtend eruit ziet, is dat jullie eigenlijk zoveel mogelijk in gesprek mogen gaan met Lilian. Ik ga eerst een paar algemene vragen stellen. En daarna geef ik gewoon lekker het woord aan jullie. Er is een microfoon. Mijn collega Catharina die gaat die microfoon straks aan jullie overdragen. En dan mogen jullie gewoon de vragen stellen die jullie willen. En dan zal Lilian moeten antwoorden. Dus dankjewel dat jullie er ook allemaal zijn. En dankjewel dat jullie ook voorbereid hebben. Ik hoop dat mijn rol vandaag klein is. En dat jullie vooral aan het woord zijn en jullie verhaal kunnen doen. En alle gesprekken die we dus doen op dit soort scholen gaan over vrijheid en wat het betekent. Wat betekent vrijheid voor jullie? Wat betekent vrijheid in de politiek? En ik denk dat die gesprekken alleen maar belangrijker zijn geworden. Want wat ik ook van jullie begreep is dat jullie eerste, tweede en derdejaars studenten zijn. Nou, we hebben net corona gehad. Ik denk dat heel veel mensen toen voor het eerst geconfronteerd werden met dat je dingen niet mag. We hebben ook nog nu, dat hebben jullie vast op het nieuws gezien, de hele situatie in Oekraïne. Dus opeens is dat ook allemaal dichterbij. Stel vooral jullie vragen. En ik wilde eigenlijk eerst even, Lilian, kun je je misschien even kort voorstellen aan de studenten hier? Zeker, graag. Nou ja, ik had al verklapt dat ik dus uit Os kwam. Dus dat heb ik al weggegeven. Ik ben 36. Ik heb zelf in Os op school gezeten. En daarna heb ik gestudeerd in Nijmegen en ook nog een jaartje in Amsterdam trouwens. Politicologie gedaan. Ik ben al heel jong begonnen ook met de politiek. Ik was ooit het jongste raadslid van Nederland. Toen was ik net 18 en toen kwam ik in de gemeenteraad. Dus ik ben wel gewend om van jongs af aan al met politiek bezig te zijn. Maar om heel eerlijk te zijn, ja, weet je, politiek is voor mij, het is gewoon een middel. Omdat als je ergens in gelooft en als je idealen hebt en je wilt iets bereiken, ja, dan is de politiek natuurlijk alleen maar een middel, hè. Het is voor mij nooit een doel geweest. Of dat ik denk, ik wil politicus worden of zo. Dat heb ik eigenlijk allemaal nooit gedaan. Maar ik vond dat wel super opvallend. Want ik las dus ook dat jij toen je 16 was al bedacht had dat je misschien in de gemeenteraad wilde. Nou, dan was je eigenlijk jonger dan de meeste mensen hier. Waarom denk je als 16-jarige... Dat ga ik doen. Ik ga in de gemeenteraad. Nou, dat was iets heel concreets. Omdat in Os was eigenlijk geen zak te doen voor jongeren. En uiteindelijk was er ooit een soort poppodium kwam. De Groene Engel heet dat misschien. Dat sommigen van jullie het nog wel kennen. Maar eindelijk was er dus wat te doen. En toen hadden ze dus die politici in de gemeenteraad bedacht. Nou, dat kostte te veel geld. Het moest dicht. En toen had ik zoiets, ja, hallo. En met mij ook een hoop andere jongeren. Dus toen hebben we acties georganiseerd. En ook met allemaal bandjes en zo. Was super tof op het gemeentehuis. Die allemaal gingen spelen en vet veel herrie gingen maken. Op het gemeentehuis? Ja, natuurlijk. Okay. In de hal van het gemeentehuis. Want in die gemeenteraad, daar kwam ik dus toen achter. Ja, daar werd wel besloten van, dat poppodium moet dicht of mag open blijven. En toen dacht ik, maar hier gebeurt het uiteindelijk wel. Ja. Dus ja, dan kom je daar op die manier mee in aanraking. Maar het is nooit dat ik dacht van, toen ik jong was, leuk, de politiek lijkt mij leuk of zo. Nee, en ik kan me voorstellen als je op tv naar politiek kijkt, dat je niet denkt, dat is leuk. Ja. Maar ja, het gaat natuurlijk wel ergens over. Ja. Dat zeker. Nou ja, en je bent dus fractievoorzitter van de SP. Je vader was ook al actief voor de SP. Had je eigenlijk ook iets anders kunnen gaan doen? Of was het ook al een beetje de bedoeling vanuit je gezin dat je dit misschien moest doen? Nee, eigenlijk verre van. Want toen ik ging van de middelbare school klaar was en mijn studie ging doen, toen kwam ik dus eigenlijk net tegelijkertijd in de gemeenteraad. Maar toen zei mijn vader, zou je niet eerst even gewoon je studie gaan doen, meisje? Dat kwam er nog net niet achteraan, maar dat bedoelde die volgens mij wel. Dus die was daar eigenlijk helemaal niet zo enthousiast over op het begin, nee. Maar ook omdat ik natuurlijk nog heel jong was. Die had zoiets van, ga eerst even een beetje omheen kijken. Ja, doe even lekker je ding en dan kan altijd nog wel. En waarom dacht jij dan wel,
Nee, ik ga het toch doen. Nou, dat is weer een ander verhaal. Ik stond op de kieslijst, maar ergens gewoon een beetje halverwege, helemaal niet op een verkiesbare plek. En toen kreeg ik dus per ongeluk zoveel stemmen dat ik in die gemeenteraad was gekozen. En toen dacht ik, ja, oké, ja, als zoveel mensen op mij gestemd hebben, ja, dan moet ik het misschien eigenlijk een beetje per ongeluk in eerste instantie. Ja, ja, toch een beetje zo ingerold. Ik ben ook wel een beetje benieuwd naar gewoon naar jullie. Wisten jullie eigenlijk allemaal wie zij was of moesten jullie even googlen? Ik kan iemand, zeg maar, handen omhoog als je al wist wie ze was. Oké, een aantal. En de rest moest nog even kijken. Nou ja, dat is goed om te weten. Dan kun je jezelf goed voorstellen vandaag. Nou, en die gesprekken die we dus voeren gaan over vrijheid. En het is altijd een beetje een soort van grote vraag. Maar denk jij vaak na over vrijheid of over onvrij zijn? Nou, wat ik wel vind, vrijheid, het klinkt heel groot. En dat is het natuurlijk ook. Maar ik denk, vrijheid is ook dat je, en daar zijn we als SP bijvoorbeeld veel mee bezig, dat je bijvoorbeeld genoeg geld hebt om te gaan studeren wat je wilt, of zo, om eens wat te noemen. Dus nu gaat het ook veel over de studiebeurs bijvoorbeeld. Ja, weet je, dat zijn natuurlijk ook dingen. Als jij niet je hart kan volgen, als je niet de opleiding kan kiezen die jij het mooiste vindt, die je het liefste zou willen doen, ja, dan, dat vind ik ook vrijheid. Weet je, dus dat je in een veilig gezin opgroeit. Dat er genoeg geld is om de keuzes te maken die je wilt, bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook een belangrijke vorm van vrijheid is. Kijk, natuurlijk heb je vrijheid als het gaat, het is een hele andere categorie, als het gaat over oorlog en geweld en zo. Tuurlijk, weet je, dat is ook vrijheid. Maar ja, ik vind vrijheid ook dat je, ja, dat je je hart kunt volgen. En heb jij jezelf wel eens, nou ja, niet vrij gevoeld, of dat je het gevoel had dat je dan niet je hart kon volgen? Nou, nee, dat zou te veel. Nee, ik voel mij wel vrij. Kijk, het is wel zo in dit bestaan, maar misschien heb je daar een beetje beeld bij. We krijgen ook wel wat vaker te maken met bijvoorbeeld bedreigingen of zo. Als politicus? Ja, 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 ja. Nou ja, goed, dat is allemaal wel mee te leven, hoor. Maar ja, dan moet je opeens wel met beveiligers op pad. Ja, dat is niet echt wat ik van tevoren had bedacht toen ik dit ging doen of zo. Nee. Nee. Ja, maar dat hoort er voortaan dan toch een beetje bij. Ja. Het lijkt mij wel heftig dat je die mee moet nemen. Ja, nou, dat is het ook wel. Ik ben er wel een beetje mee opgegroeid. Want toen mijn vader in de politiek actief was, dat was ook in de tijd dat Pim Fortuyn werd vermoord. Dat was in 2002. En dat was natuurlijk super heftig. Dat gewoon op klaarlichte dag een politicus werd vermoord in Nederland. Hè. Dat is echt bizar. En ik was toen 16. Of 17. En ja, wij maakten dat als gezin ook wel mee. Omdat mijn vader toen leider van de SP was. Toen kwamen we ook vet in de beveiliging. Dus we moesten ons huis uit snel. En we moesten ergens anders gaan overnachten. Omdat ze gewoon niet meer voor de veiligheid in kon staan. En daarna hebben we ook wel echt maandenlang, jarenlang beveiliging gehad. Dus dan heb je zo'n huisje voor de deur, weet je wel. En ja, politiemensen. En als je ergens naartoe gaat, dan moeten beveiligers mee. Ja, dus dan word je er wel mee geconfronteerd natuurlijk. Ja, oké. Nou ja, dat klinkt inderdaad heel intens. Ik had er niet zo over nagedacht dat je dan zo bewust ook die periode mee had gemaakt. Maar ja, ja, ja. Maar ja, natuurlijk, als je vader al actief is, dan krijg je dat op die manier ook mee. Ja. Zeker, ja. Ja, zeker, zeker. Ja, hij was natuurlijk toen de fractievoorzitter. En het was ook midden in een verkiezingscampagne. Hè. Dus ja, dat, ja, er gebeurde toen heel veel. En ja, dat was wel een heftige tijd, ja. Ja. Ik ben eigenlijk even benieuwd of er al studenten hier in de zaal zijn die misschien een vraag hebben. Ik weet dat er ook mensen zijn die een vraag voorbereid hebben. En dan kan ik gewoon je naam opnoemen. Maar misschien is er al wel iemand die gewoon gelijk al uit zichzelf een vraag heeft. Ik zie hier vooraan. Mijn collega komt even naar je toe. Ja, ik vroeg me wel af of je dan het gevoel had dat je heel snel volwassen moest worden. En heel erg een presteerdrang had. Omdat je al vanaf zo'n jonge leeftijd in dat wereldje kwam? Ja, wat een goede vraag. Nou, ik had zelf dat gevoel eigenlijk niet. Maar het is wel zo, natuurlijk. Weet je, omdat als je zoiets doet, dan sta je ook de hele tijd in de belangstelling. Maar ook overal waar je bent, is de krant bij of een televisiecamera bij. Dus het is meer zo, als je dan een foutje maakt, en iedereen maakt natuurlijk wel eens een foutje. Ja, dan, nou, ik zal niet zeggen dat gelijk je koppen afgaat. Dat valt ook wel mee. Maar ja, iedereen ziet dat dan gelijk. En daar moest ik wel heel erg aan wennen. Dat iedereen ziet de hele tijd maar wat je doet. En heeft er daardoor ook een mening over of zo. Dat is meer.
Maar ja, daar moet je denk ik ook zelf een beetje mee om leren gaan. Uiteindelijk word je daar ook wel, denk ik, zelf wat steviger van. Want... Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je ermee om? Ja, nou, dat is wennen. Ja, heel eerlijk. Ik heb daar echt wel even aan moeten wennen. Nu denk ik veel makkelijker, ja, boeien, weet je wel. Interesseert me niet meer zoveel. Omdat je daar gewoon, je bent daar vaker mee in aanraking geweest, is je vaker overkomen, ja. Dan word je daar ook makkelijker in. Maar dat vond ik wel heftig, als je zo jong bent. Weet je, ja, natuurlijk maak je fouten, iedereen maakt fouten. En dan zegt iedereen, ja, dat mag ook, ja, je mag ook fouten maken. Maar ja, als iedereen ze ziet en iedereen heeft er een mening over, ja, dat is toch net wat heftiger dan. Want hoe heet jij? Vee. Vee, want waarom stel je deze vraag? Heb je zelf soms wel het gevoel dat je heel erg moet presteren? Ja, nou weet niet per se, maar omdat je zei dat je al vanaf zo'n jonge leeftijd dat hebt, dan kan ik me voorstellen dat je soort zo snel moet opgroeien, volwassen moet worden en dingen accepteren waar je normaal veel langer de tijd voor nodig hebt. Ja. En ja, ik weet niet of ik dat per se heb, weet nu ook niet even een voorbeeld, maar het viel me wel op in het verhaal. Is er nog iemand die een vraag heeft, misschien over dit onderwerp? Ik weet dat er ook een aantal studenten zijn, best wel veel vragen die binnenkwamen, gingen ook over corona in de afgelopen 2 jaar. Ik weet dat bijvoorbeeld Antonio en Robin daar een vraag over hadden. Zou een van jullie misschien de vraag willen stellen? Waar zijn jullie? Zijn jullie er? Antonio is daar. Nu de microfoon op. We zijn een beetje afhankelijk, want normaal zouden we tussen jullie doorlopen. Maar dat kan helaas niet door deze bankjes. Ga maar gewoon staan en het is misschien fijn als je gewoon even je naam zegt. Ja. Nou, ik ben Antonio. Mm-hmm. Mijn vraag was eigenlijk gewoon van hoe jullie als groep het hebben ervaren met corona eigenlijk, hoe jullie daar tegenaan gingen. En hoe bedoel je als groep? Bedoel je als politieke partij? Van politieke groep, echt. Ja. Gebaseerd op alleen op jullie groep, dus niet de andere groepen van politieke. Dus meer gebaseerd op de SP. Hoe gingen jullie daarmee om? Ja, en bedoel je dan gewoon die hele tijd? En alles eromheen? Of bedoel je de maatregelen? Of bedoel je hoe verder? Of... Ja, van begin af aan eigenlijk hoe het was gegaan. En toen eigenlijk met de maatregelen. Ik zei al, ik kom dus uit Os. En ik vond het echt super heftig. Want we Os Ude Veghel, zeg maar zo. Het ziekenhuis Bernhoven. Dat was natuurlijk toen op het NOS-journaal. Omdat bij ons toen het hardste om zich heen greep. En die begintijd die vond ik heel, heel heftig. Dat weet ik nog wel. Dat ik ook een keer op de weg was. En dat ik eigenlijk alleen maar ambulances zag rijden bijvoorbeeld. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik had nog nooit in mijn leven zoveel ambulances bij elkaar gezien, überhaupt. Dat vond ik echt heel heftig. En ik heb vanuit mijn vorige baan, was de vakbond. En daar deed ik de CAO voor de COVVT. Nou, die zullen jullie kennen natuurlijk. Pleeghuiszorg, thuiszorg. En dus ik ken heel veel mensen die werken in een verpleeghuis. En daar had ik ook veel contact mee. En dat vond ik ook heel heftig. Omdat het daar natuurlijk meteen keihard binnenkwam. En gewoon echt heel veel mensen zijn overleden. En ik heel veel mensen ook gewoon huilend aan de telefoon kreeg. Die ook veel jonge mensen trouwens, die net begonnen waren met werken. Maar die dan gewoon iemands hand hadden moeten vasthouden. Die stierf zonder dat de familie erbij was. Ja. Zo fucking heftig is dat, weet je, als je zoiets meemaakt. Dus dat was echt de beginmaanden, weet je wel. Dat vond ik super heftig. En ik voelde me ook heel machteloos. Want wij gingen in de kamer elke keer vechten voor fatsoenlijke beschermingsmaterialen. Voor mensen die werken in de zorg. Nou, dat was er allemaal niet. En ik denk, ja, maar mensen moeten wel gewoon hun werk doen. Ja, ik vond dat heel, heel heftig. En maar dan heb je het echt over de begintijd van corona. Ja, en daarna, wat ik heftig vond, is door al die maatregelen, dat nou ja, als je toch over vrijheid hebt. Ja. Ja, wij leven in een vrij land natuurlijk. Maar ja, opeens mocht er van alles niet. Mocht je niet eens gewoon naar buiten, weet je wel. Nou, dat is natuurlijk ook... Bizar. Als je daar, ik denk echt als we hier over een paar jaar op terugkijken, dan denk je echt van wat voor tijd hebben we toch meegemaakt? Dat is toch bizar. Echt, dat is echt heel raar natuurlijk. Nee. Dus dat vond ik ook heftig en ook voor veel jonge mensen, weet je, de impact is gewoon zo groot dat je mensen problemen krijgen op school of mentaal of in de vriendengroep, weet je wel. Dat is echt niet te onderschatten. Dus daar maak ik me wel ook wel veel zorgen over. Van ja, daar moeten we nu echt wel oog voor hebben. En mensen zoveel mogelijk bij helpen als dat kan. En hadden jullie, zeg maar, heb je het gevoel dat je als politieke partij dan ook iets kan doen?
Nou, ja, daarom, ik zeg je heel eerlijk, daarom zei ik al, zeker op het begin voelde ik me best wel machteloos. Want ik hoorde wel alle verhalen van mensen. En ja, dan sta je daar in de kamer, weet je wel. En wij hebben er echt wel voor geknokt, kan ik met de hand op mijn hart zeggen. Maar ja, als je elke keer toch, werd op een gegeven moment ook gewoon een beetje het bos ingestuurd van ja, nee. En waren er van die richtlijnen van ja, als je minder dan een kwartier bij je cliënt in de buurt bent, nou, dan zou je niet besmet kunnen worden. Dat was dan de richtlijn. Dus werd er tegen zorgverleners gezegd, ook bij mensen met een coronabesmetting, ga daar maar gewoon naartoe. Ja. Zonder iets van bescherming. Nou, ja. Ik heb zelf meegemaakt met mijn buurvrouw, die werkte in het verpleeghuis bij mij in de wijk. Ja, die is zelf gewoon echt heel ziek geworden. Die is ook opgehaald, die moest ook naar Bernhoven. Die heeft daar ook gewoon echt slecht gelegen. Ja. Omdat ze gewoon voor mensen met een coronabesmetting heeft gezorgd. Met alle liefde in haar hart, weet je wel. Ja, dat vind ik echt, dat is onverteerbaar. Echt heel erg. Ik weet, is Robin er ook? Robin. Want jij hebt eigenlijk een vraag die hier ook een beetje op ingaat. Ja, zou je je vraag willen stellen? Een andere vraag. Ik kom namelijk zelf ook uit Os. En ik weet toen Bernhoven wegging uit Os en naar Utrecht ging, dat daar heel veel commentaar op was. Ja. Is de coronabesmetting of de coronacrisis nu ook een soort van reden om weer te kijken om ziekenhuizen beter te verdelen en niet 3 gemeentes in 1 ziekenhuis te proppen? Ja, nou, als je het aan mij vraagt, zeker. Zeer zeker. Al is het wel zo, ja, dat niet stom bedoeld, maar wij hadden daar geen coronacrisis voor nodig. Want wij hebben toen al ons echt verzet, inderdaad. Dat Os is, ja, ik weet niet of dat hij het in Tilburg kan zeggen, maar best wel een grote stad. Ja. Je hoort een beetje de reactie. Ik hoor daar, ik weet niet eens wat het is. Het gaat wel richting. Ja, dat is echt wel een. Maar dat je dan geen ziekenhuis hebt, weet je, dat is gewoon, gewoon echt heel slecht. En inderdaad, dat is toen gefuseerd. En toen moest er 1 ziekenhuis komen en dan ergens verder weg. Maar dat zie je door heel Nederland, hè. Door heel Nederland zie je dat ook eerste hulpposten bijvoorbeeld worden gesloten. Nou, de verzorgingshuizen zijn natuurlijk allemaal al gesloten. Ik vind dat echt zo slecht. Ik denk, kom op. Ja, en ik hoop echt dat wel bij anderen die coronacrisis wel de ogen heeft geopend. Dat ze wel zien, hey, de zorg. Weet je, hoe belangrijk is de zorg? In één keer zagen we heel Nederland hoe belangrijk de zorg was. Ik ging heel Nederland applaudisseren voor de zorg. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Maar nu dan ook fatsoenlijk gaan betalen, om maar eens wat te noemen. Maar ook zorgen dat er voldoende ziekenhuizen zijn. En dat er voldoende plekken zijn waar mensen zorg kunnen krijgen. Ik ben ook wel even benieuwd naar jullie. Want we zijn hier op het ROC in Tilburg. En dan zorg en welzijn. En dan specifiek hebben jullie volgens mij allemaal de opleiding sociaal werk. Hebben jullie misschien ook al stage gelopen of op plekken rondgekeken? Wat merkten jullie dan zelf van corona de afgelopen tijd? Of op school? Is er iemand die daar iets misschien over kan zeggen? Ik zie daar vooraan. Hoi, ik ben Thomas. Hoi. Ik heb vorig jaar bij Almerand stage gelopen met geestelijk gehandicapten. En ik merkte dat de coronacrisis die geestelijk gehandicapten heel erg van slag maakte. Ja. En ze wisten zeg maar niet waar ze aan toe waren. En vooral voor die doelgroep is het heel erg belangrijk om een structuur te hebben. Alleen zonder een structuur te hebben is het ook lastig om een goede en een fatsoenlijke zorg te bieden. Ja. Dus dat is wel, wel een probleem wat je ook merkt in de zorg. Ja. En waar merkte jij dat dan? Hoe chaotisch ze waren, snel emotioneel, kunnen agressief worden omdat ze geen structuur hebben. Of dat ze gewoon enorm verdrietig worden en best wel depressief raken. En dat is dan wel moeilijk om 2-3 dagen in de week mee te zijn. Want je leeft wel heel erg met die mensen mee. En wilt echt het beste voor hen. En heb je ook een idee hoe dat dan anders had gekund? Of is dat lastig? Het had niet echt anders gekund. Omdat wij ook geen zekerheid hadden van wanneer het voorbij zou zijn. En wij konden hun dus ook geen zekerheid bieden van wanneer dat dus voorbij zou zijn. Maar op dit moment is het al rustiger. En naarmate de tijd dat ze ook wisten dat het onduidelijk was, hebben ze dus ook, klinkt raar, maar ze hebben duidelijkheid gekregen dat het onduidelijk is. Ja. Dus daardoor werden ze wel rustiger. Ja, nee, super herkenbaar. En ik denk op heel veel plekken in de zorg. Weet je, ik ben ook in veel verpleeghuizen geweest. Ja, was dat natuurlijk ook, weet je, dat er niemand meer binnen mocht. Dat mensen hun eigen familie niet meer konden zien. Ja, dat is zo heftig. Ik bedoel, het is voor iedereen al heftig geweest, heel die tijd. Maar ja, voor mensen die ziek zijn of die zorg nodig hebben, natuurlijk zeker. Ja. Nou ja, of in jullie geval, ik denk dat jullie ook superveel online les hebben gehad. Hoe vonden jullie dat?
Ik zie niet zoveel positieve reacties. Volgens mij is er daar iemand die daar wat over wil zeggen. Ja. Antonio. Nou, ik deed eerst, voordat ik social werk deed, sport en bewegen. Dan bij niveau 3. Daarvoor deed ik eerst niveau 2, dan naar niveau 3. Maar toen pas begon de corona. En met sport en bewegen gaat echt totaal niet samen. Corona en online les ging echt totaal niet. Dus ik denk echt, heel onze opleiding ging echt helemaal naar beneden. En naar beneden zakken, want we hebben niks kunnen doen. Geen activiteiten kunnen organiseren voor de overheid en voor de kinderen ook gewoon. Maar daardoor haakte echt heel veel mensen af. En van school zelf en werden gewoon weggestuurd. En daarom ben ik eigenlijk officieel gewoon hier gekomen. Want ze hebben gewoon aangeraden om hier zo gewoon opleiding te gaan. Omdat ik gewoon ook sociaal actief in ben gesteld. Maar daarnaast, niemand heeft echt iets behaald bij sport en bewegen. Dus dat is echt heel jammer, bijvoorbeeld, voor die dingen. Ja, wat kan me voorstellen als nou iets lastig is wat je online thuis moet doen dan sportles. Is als sport en bewegen. Ja. En, super shit. En zeg maar de studenten die dan eerst die opleiding deden, zijn die allemaal op andere plekken terechtgekomen? Of zijn er ook nog veel wel die opleiding aan het doen? Sommige mensen hebben natuurlijk wel behaald, maar laten we zeggen 60%, 70% hebben niet behaald, waar ik ook onder viel. Echt veel. Ja. Maar ik heb wel gelukkig een optie kunnen krijgen om naar een andere opleiding te gaan. Ja. Maar daarnaast zijn mensen ook wel kunnen doorstromen misschien naar een ander gebied, werkveld van sport en bewegen. Want bijvoorbeeld we hebben gebieden van net als voetbal en net als gemeente sport of zoiets bijvoorbeeld. En dan zijn ze van zaalactiviteiten gewoon echt naar online, echt gewoon serieus online dingen gaan doen. En dan zijn ze ook gewoon doorstromen naar niveau 4. Hebben ze gewoon door de vingers gekeken. Zijn ze gewoon, oké, laat ze maar doorstromen naar niveau 4. Want we hebben wel mensen nodig, we hebben wel studenten nodig bij niveau 4. Die het wel waarschijnlijk kunnen aankunnen. Ja. Ik ben dus ook wel even benieuwd, is Laila aanwezig? Is ze er? En zou ze misschien de vraag willen stellen? Mag ik jouw vraag stellen? Vind je dat goed? Dan ga ik jouw vraag voorlezen. Ja. Dankjewel, want ik vond het wel een mooie vraag. De vraag van Laila was, in Nederland is er een wet waarin we zelf mogen kiezen wat we dragen. En toch is er in 2019 een wet aangenomen die gezichtsbedekkende kleding verbiedt op openbare plekken. Dit terwijl we in Nederland vrijheid kennen op het gebied van religie. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat klopt. En zeker dat laatste. Wij kennen vrijheid van religie en dat is maar goed ook, zou ik willen zeggen. Iedereen mag in Nederland geloven wat hij wil geloven. En ook dragen trouwens wat hij wil dragen. En dat is ook maar goed ook. Ja. Alleen dat verbod op gezichtsbedekkende kleding, heet het officieel natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat geldt in openbare ruimte. En ja, kijk, ik kan me wel voorstellen dat als je in een openbare ruimte is, het is wel fijn, nu ook, als ik met jullie praat, het is wel fijn dat je ook ziet wie bent, zeg maar. Hè? Dus dat is ook wel een vorm van vrijheid, denk ik, dat je met elkaar gewoon kan praten en dat je kan zien wie je bent en wat je doet en zo. Dus, maar ik kan me wel voorstellen, als je heel graag vanuit je geloof dat wel wil dragen, dat het heel lastig is dat dat dan niet mag. Ja, maar het mag dus wel. Alleen niet in... Echt in de zorg geloof ik niet, in het openbaar vervoer geloof ik niet en in overheidsgebouwen geloof ik niet. Dus en mag het op een school? Of mag het niet op een school? Waarschijnlijk niet, hè? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet, omdat je wilt toch ook contact met iemand kunnen maken, hè? Ja. We hebben dus nu een aantal vragen dan ook over vrijheid en ook over corona. Is er nog iemand anders die daar een vraag over heeft of die hier of een ander onderwerp een vraag wil stellen? Wat jullie belangrijk vinden, hè? Mag ook laat maar weten, het mag over iets heel anders gaan. Kun je even gaan staan en je naam zeggen en je vraag stellen? Hoi, ik ben Justin. Mijn vraag was wat u en de SP doen om discriminatie in het werkveld te voorkomen en tegen te gaan eigenlijk. Ja. Kun je misschien vertellen waarom je deze vraag stelt? Ja, nou, ik heb... op meerdere plekken gesolliciteerd bijvoorbeeld. Bij mij in de buurt is een Albertijn waar ik had gesolliciteerd. Waar ik niet was aangenomen. De Albertijn heeft voornamelijk alleen maar witte werknemers. Volgens mij één Marokkaans meisje of zo. En voor mij leek het heel erg alsof ik daar niet werd aangenomen door mijn huidskleur. Omdat ik een jaar kassaervaring had al bij de Jumbo. Dat ik daar ook gesolliciteerd als kassamedewerker en daarvoor werd ik niet aangenomen.
Hij zei wel van, ja, je mag gaan vakken vullen bijvoorbeeld, maar ja, dat is voor mij niet echt... Je wilde liever achter de kassa. Ja, precies. Ja. Maar voor mij voelde het alsof het was van, ja, de kassa is eigenlijk een soort van het gezicht van de winkel. Dat is de laatste persoon waarmee je echt contact hebt als je de winkel verlaat. Mm. Dus we hebben liever voor ons wat representatievere mensen daar zitten. Dat is hoe het ja, voor mij overkwam. En ja, sowieso in het nieuws lees je het heel veel, dat het vaak voorkomt. Dus, wat deed dat met jou? Want het lijkt me namelijk echt... Ja, ik ben het eigenlijk al wel gewend, eerlijk gezegd, dat zulke dingen gebeuren. Dat is niet oké, natuurlijk. Nee, klopt. Nee, dat je daaraan gewend zou moeten raken. Nee, sorry, ja, dat vind ik echt... Dat mag, ja, ik mag snap stoppen? Het natuurlijk helemaal, hè, dat je dat zegt. Ik begrijp jou. Ja. Ik vind dat echt heftig om te horen, maar dat is natuurlijk echt niet oké. Dat wij accepteren kennelijk dat mensen daaraan gewend raken. Ja. Weet je? Dus jouw vraag van hoe kijk je daarna? En kun je er wat aan doen? Ja, ja nou, dat tweede is alweer lastiger dan het eerste. Want het eerste kan ik echt super duidelijk over zijn. Ik vind het echt schandalig. En volgens mij moeten we dat keihard aanpakken. En is het ook belangrijk dat iedereen, weet je wel, welke kleur je zelf ook hebt. En of het jezelf zelf of niet raakt, dat je daarover uitspreekt. Weet je, dat is echt het begin, volgens mij. Ja. En het tweede, kun je er wat aan doen? Is natuurlijk al wat lastiger als je dan inderdaad van, ja, toon maar eens aan, weet je wel, dat een werkgever hem niet moet vanwege zijn huidskleur. Weet je, dat is al wat lastiger. Maar er zijn heel veel dingen die je wel kan doen, namelijk op het moment dat je het wel kunt aantonen. Ja, dan vind ik, dan zou je bijvoorbeeld die werkgevers die dat doen, gewoon aan de schandpaal ermee. Naming en shaming, weet je wel, laat maar zien. Hier zijn dit soort praktijken. Boetes bijvoorbeeld. Vele hogere boetes. Want ja, het is helaas niet alleen aan de orde bij sollicitaties, bij werkgevers of werkplekken. Maar ja, je hoort ook al bijvoorbeeld bij mensen die een huis zoeken. Ja. Weet je wel. Of wat denk je van uitzendbureaus? Nou ja, daar is het wel eens door dat ze dan bijvoorbeeld met zo'n mystery guest of zo, weet je wel, dan gaan ze gewoon onder een andere naam gaan ze dan bellen naar zo'n uitzendbureau. En dan blijkt dat zo'n uitzendbureau gewoon zegt, als er dan wordt gebeld, ja, we willen geen Suriname, hoor, we willen geen die en die. Dat zo'n uitzendbureau dan zegt, oh, nou oké, dan houden we daar rekening mee. Nou, dat geloof je toch niet? Dus die zijn er gewoon gloeiend bij. Ja. Dan heb je het bewijs. Nou, dan zou ik zeggen, keihoge boetes gewoon aanpakken. Naming en shaming, laat maar zien wat die bedrijven doen. Dus je zegt, je moet je misschien uitspreken. Maar ik vind dat je dan ook best wel veel van een jong iemand verwacht als hij zich daarover moet uitspreken. Ik bedoel, de samenleving. Ja, okay, ja. En politici en zo. Ja. Nou ja, en dus misschien toch meer controles. En als dit gebeurt, aanpakken. Zeker. Zijn er andere mensen die hier ook wel eens mee te maken hebben gehad? Zou je daar iets over willen zeggen? De microfoon komt naar je toe. Mijn naam is Christanou. Ik merk wel op het werkveld dat veel mensen met een immigratieachtergrond wel meer hun best moeten gaan doen en meer bewijzen. Anders is het incorrect. Bijvoorbeeld, zeg maar, wat ik heel vaak zie tussen de jeugd onder ons, zeg maar, dat als we met elkaar praten, dat we heel normaal tegen elkaar praten, maar wanneer we bijvoorbeeld op stage zijn, dat we heel overdreven Nederlands moeten praten. Dat we een heel andere houding moeten aannemen. Anders wordt het gezien als incorrect, terwijl het met onze cultuur te maken heeft, met hoe we zijn. Dus we moeten ons eigenlijk beter voordoen dan we al zijn. Anders wordt het zeg maar niet gezien. En dat vind ik wel, ja, soms wel lastig. Want ja, je bent gewoon wie je bent. En dat vind ik dat je die vrijheid daar ook in moet zien. En het heeft ook te maken met onze achtergrond, huidskleur, cultuur. En ook al spreken we over vrijheid, worden we nog steeds gepropt in vakjes. Mm. En dan praten we over het alleen met spreken, maar fysiek. En zien we het gewoon niet. Mm. Dat je gewoon je heel overdreven naar een sollicitatie moet. Heel overdreven brieven moet schrijven. Laatst hadden we nog een casus bij burgerschap. Dat iemand is aangenomen en voordat diegene überhaupt bij werk moest komen, zijn achtergrond moest laten weten. Het was een donkere man van Angolese achtergrond. En hij moest ook laten weten dat hij een hele goede man is. Die een heel goed gezin heeft. En dat hij niemand kwaad doet. En dan denk ik, dat is echt onzin. Terwijl in we een samenleving leven, dat we beweren dat wij echt vrij zijn. Hoe groot is de vrijheid dan?
Zeg maar, heb je hier misschien ook een vraag bij? Of heb je een idee bij? Zou dat op een bepaalde manier opgelost kunnen worden? Vind je dat een werkgever dat moet doen? Of vind je of dat de politiek zich meer moet uitspreken? Volgens mij was mijn vraag die ik had opgesteld van... hoe kijkt de politiek naar de vrijheid van mensen... vooral met een immigratieachtergrond? Ik kan me voorstellen voor jou en voor iedereen die ermee te maken heeft... dat het gewoon heel veel impact heeft. En dit kan gewoon niet, weet je wel. Dit mag ook gewoon niet. En dat weten we denk ik allemaal wel. Maar daarom zei ik net al, ons blijven uitspreken. Op de momenten dat we kunnen aantonen dat het echt misgaat... gewoon keihard ingrijpen, aanpakken, dat lijkt mij heel goed. En kijk, wij proberen ook vanuit de politiek natuurlijk... je hebt misschien gehoord over toeslagenschandaal... daar zijn we als SP bijvoorbeeld ook heel veel mee bezig. Ja, dan zie je ook dat mensen die met een migratieachtergrond die toeslagen hadden... ja, die zijn gewoon door de Belastingdienst zijn die er gewoon extra uitgepikt, weet je. En dat kan natuurlijk niet, dat is ongelooflijk. De overheid moet natuurlijk gewoon iedereen... hetzelfde kijken naar iedereen, hè. En dat is daar zo gruwelijk misgegaan... En daar zie je dus hoe diep het zit. Hè? Ja. Hoe diep, het zit gewoon in het systeem. Ja, daar zit het echt in het systeem. Zeker, zeker, zeker. En dat ging trouwens niet alleen op migratieachtergrond of op kleur. Maar dat had ook bijvoorbeeld te maken met mensen met een laag inkomen. Die werden er ook extra uitgepikt. Want dan werd er gezegd, ja, als jij een laag inkomen hebt... dan heb je naar vanaf meer toeslagen nodig. Dus als we jou dan pakken, dan kunnen we makkelijk onze targets halen. Bij de Belastingdienst konden ze meer geld ophalen. En mensen zijn gewoon, hele gezinnen zijn gewoon vernield door de overheid. Terwijl je toch denkt, ja, de overheid zou er toch juist voor ons allemaal moeten zijn. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, en ik kan nog eentje over, nationaliteit. We leven in een wereld met mensen met echt Nederlands nationaliteit hebben. En sommigen hebben een verblijfsvergunning. En ik heb al een keer meegemaakt dat omdat ik een verblijfsvergunning heb en niet echt een Nederlands nationaliteit, dat je minder snel wordt aangenomen. Omdat diegene zei duidelijk van, we kunnen niet echt tonen dat jij echt een Nederlander bent. Terwijl ik eigenlijk al jaren in Nederland woon. Maar dat komt door dat ene papiertje dat ze verbiedt dat je echt een Nederlander bent. Dat je gewoon niet op bepaalde plekken wordt aangenomen omdat ze niet weten of je wordt teruggestuurd of niet. En dan denk ik van, het is heel chaotisch, want ik leef hier meer dan 20 jaar. Dus. En wat deed dat? Wat deed dat met jou? Ik meer druk had dat ik het moest hebben. Mm-hmm, yeah. Dat je ook denkt als persoon, ik moet het gaan halen, want anders hoor ik er niet bij. Anders bij sommige werkvelden of stagebedrijven, dat ze liever dat willen. Omdat ze dan zekerheid hebben dat ik dan echt een Nederlander ben en hier echt bij hoor. Want je studeert nu voor sociaal werker, denk ik, hè, of niet? Ja. Ja. Wat hoop je dan te kunnen bereiken straks? Ik denk dat ik gewoon mensen wil stimuleren. We hebben ook schakelcollege. En dat ze dan hun verhalen vertellen over hoe ze eigenlijk naar Nederland zijn gekomen. En dat ze zeggen dan, wij zijn eigenlijk heel anders dan jullie. En dan denk ik van, hoe bedoel je dat we hier anders dan ons zijn? Hmm. Je zijn ook gewoon studenten. Het maakt je niet anders als je van een ander land komt. Het maakt je juist ook bijzonder, want we kunnen alles voor elkaar leren. Het is niet, als je kijkt naar de Nederland van nu, het is geen, zogezegd, wit Nederland. Het is alle cultuur bij elkaar. Dus hoe bedoel je van, het maakt je niet minder. Of dat je minder snel wordt aangekeken omdat je uit iemand een ander land komt. Dus dat vind ik wel echt bizar. Maar dat we mensen stimuleren, dat wij ook kansen kunnen krijgen. Dat je niet bang moet zijn om je kansen ook te grijpen, omdat je een achtergrond hebt. Ja. Begrijp je eigenlijk dat, want zij gaf aan dat werkgevers dan soms zeggen, sorry, maar we hebben eigenlijk liever iemand met een Nederlandse nationaliteit en een verblijfsvergunning, dat vinden we een beetje lastig, want misschien moet iemand terug. Begrijp je dat werkgevers dat zeggen? Nee, dat mag niet. Dat is discriminatie. Ja. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Je bent geschikt of je bent niet geschikt. Ja. Dat is, en daar moet je naar kijken natuurlijk, naar wat iemand doet. En niet naar hoe iemand eruit ziet of wat iemands achtergrond is. Dat is echt heel erg. Ja. Ik ben ook wel even benieuwd, want er zijn een aantal studenten die ook iets voorbereid hebben. En die willen specifiek iets gaan vertellen over... Ik zie jou al kijken. Oh nee, moet ik nu? Ja, je moet nu. Of,
Ja, als je hoeft natuurlijk niet, als je echt niet wil. Maar jullie komen met een groepje. Ik zou jullie even naar voren willen vragen. En jullie gaan wat vertellen hoe het is om een mbo-student te zijn. En hoe jullie dat ervaren. Dus kom maar naar voren en dan mag je even daar gaan staan. En dan krijgen jullie van mijn collega Catharina de microfoon. Dankjewel. Nou, werkt die of niet? Ja, oké, okay, sorry. Ga maar gewoon. Nou, ik wou graag mijn ervaring delen als mbo-student. Ik ben mbo-student sociaal werk. En ik merk in mijn omgeving vaak dat mensen, wanneer ze op het mbo zitten, niet al te gauw vertellen dat ze op het mbo zitten. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens vaak gehoord iemand zegt dat hij op social work zit en dan niet vaker op ingaat. Dat hij op het niveau 4 zit, dus dat er niet verder op in wordt gevraagd. Dus dat is mijn ervaring wat ik ermee heb. Nou, hallo allemaal. Ik ben Jana en ik zit ook op het mbo. En ik ben vaak vanuit thuis heel erg gepusht dat ik echt 7's en 8's moest halen, omdat ik dan per se naar de HAVO zou moeten. Zelf heb ik daar echt nooit gewild. Ik dacht altijd, ja, ik kan altijd wel naar het hbo gaan. Ja, ik wil altijd gewoon een leuke opleiding doen in de zorg, omdat ik dat gewoon leuk vind om te doen. En nu doe ik sociaal werk op het mbo, waar ik heel erg van geniet. Ik ben Fee, ik ben ook een mbo-student. Voor mij voelde dit eigenlijk altijd een beetje als een schaamte en als een soort last om ook te vertellen aan andere mensen. Bijvoorbeeld thuis of met familiedineetjes. Er wordt altijd super uitgebreid gepraat over de studies van mijn broer en zus. Die zitten dan op de universiteit. En dan heb ik altijd het gevoel dat aan mij niet echt wordt gevraagd of er een stuk minder interesse naar is. Maar ook in bepaalde vriendengroepen of met bepaalde mensen. Ze het gevoel geven dat je minder waard bent door de opleiding die je volgt. Ik ben Fleur. Ik had een ervaring willen delen over het zoeken naar stages op het mbo. Ik zit in mijn derde leerjaar, dus ik heb al 2 keer een stage moeten zoeken. En ik merk dat heel veel uitdagende stages altijd op hbo-niveau zijn. En nu snap ik dat je op het hbo misschien iets dieper leert over bepaalde dingen. Maar ik weet zeker dat iedereen hier in deze zaal een betere social worker kan zijn dan bijvoorbeeld iemand op het hbo. Want er wordt zo naar niveau gekeken. En vaak bij een vacature of als je belt, wordt er al vaak gezegd van nee, sorry, is alleen voor hbo. En zelfs bij mbo-stages, als een hbo erop zou solliciteren, worden hun misschien nogal sneller aangenomen dan wij, terwijl wij mbo's zijn. Nou, jullie hebben net allemaal 4 ervaringen gehoord van mbo'ers op het social werk. En dit is nou net het probleempje wat dus misgaat hier in Nederland. Op de manier waarop zeg maar Nederland naar mbo'ers kijkt. Het wordt gezien als een lager onderwijs en dat is het helaas niet. We zien hier juist een probleem in het imago. En in Nederland ziet men mbo'ers niet als een nuttige opleiding, maar juist als de allermakkelijkste oplossing die er is voor een bepaald beroep. En dat vinden wij enorm jammer dat dat zo gezien wordt. We zien blijkbaar liever een chirurg in plaats van een verpleegkundige. En we hebben juist die handen nodig aan het bed van de mensen hier in Nederland. Dat zie je ook vaak bij de begeleiding van de studieloopbaan. Dat je hoger op moet, de maatschappelijke ladder op moet en ja, dat de universiteit eigenlijk als de allerbeste keuze wordt gezien en wij mbo'ers eigenlijk als heel laag en makkelijk. Dat wordt ook vanuit de opvoeding gegeven van ouders. Als je de CITO-toets maakt bijvoorbeeld, dat je dan VWO of HAVO moet halen. En dan als je dan MAVO of TL of kader of praktijk krijgt, dan zijn je ouders vaak wel disappointed van het komt wel hoger en zo, terwijl niet elk kind dat wilt. En daarvoor willen wij meer waardering, meer studiefinanciering en meer salaris. Goed zo. Dankjewel dat jullie wat wilden vertellen. Misschien kom ik zo meteen nog bij je terug met een vraag. Nou, Lilian, ik hoorde aan het einde. We willen, je moet me corrigeren als ik het niet goed zeg, hè? Meer waardering, studiefinanciering. En salaris. Hoger en salaris. Ja, natuurlijk. Nou,
Kan je dat voor ze regelen? Ja, ja. Nee, maar even, echt. Mag ik alsjeblieft zeggen dat jullie het fantastisch dit hebben verwoord? Ik vind het echt heel knap dat je je zo uitspreekt. Dat op de eerste plaats, op de tweede plaats, alsjeblieft zou ik zeggen, laat je niks wijs maken. Ik snap dat, ik hoor het goed hè, wat je zegt en ik begrijp het ook, ik ga er zo ook op in. Want ik denk dat de politiek daar het echt heeft laten liggen als het gaat om waarderen van mbo's bijvoorbeeld. Maar laat je echt niks wijs maken. Hè. Jullie doen fucking belangrijk werk, hè? Dat is echt zo. En ik bedoel, zonder het mbo zou echt heel Nederland gewoon helemaal niks zijn. Dat is het ook. En nou ja, de coronacrisis heeft dat denk ik ook wel laten zien. Maar ja, daarvoor was dat natuurlijk al wel duidelijk. Hè? Ja. Dat, dus ja, en ik kan me voorstellen dat het best wel pittig is. Ook als je bijvoorbeeld vanuit huis of zo, weet je wel, het gevoel krijgt van... Ja, eigenlijk vinden ze toch dan niet goed genoeg of zo wat ik doe. Terwijl, ja, ik denk, wat ik straks al zei, sowieso je hart volgen is het allerbelangrijkste. En ten tweede... Het is superbelangrijk werk. Het is, we hadden niet voor niks. Opeens op teletext kwam er een lijst cruciale beroepen. Nou, daar stonden heel veel beroepen van mensen met een universitaire achtergrond niet op, hoor. Nee, niet. Die konden gewoon thuis blijven. Ja. En heel Nederland ging gewoon door. Ja, dat is lullig voor die mensen misschien. Maar het was wel zo. Ja. Heel veel beroepen met een mbo-opleiding, die stond op die lijst. Ja. Dat viel mij wel op. En dan kom ik op het tweede punt. Want jij zei dat als laatste, super terecht. Er moet gewoon veel meer, want dat is het denk ik ook. Het komt wel ergens vandaan. Zo'n beeld, zo'n imago wat je zegt, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat komt ergens vandaan. Dat komt omdat de politiek, vind ik, jarenlang ook het mbo te weinig heeft gewaardeerd. Dus altijd het verschil met studenten, weet je wel, van de universiteit, die dan wel... Ik weet niet of ik actie had. Het gaat ook veel meer volgens mij vaak ja, over hbo's en toen ik jongens we actie moesten voeren voor een OV-kaart voor mbo'ers bijvoorbeeld. Ja. Voor studenten was dat super normaal, studenten voor de universiteit, maar studenten op een mbo dan niet. Huh? Weet je, en zo zijn er natuurlijk zoveel de stagevergoedingen, de studiefinanciering. Nou, dat is allemaal in je opleidingstijd. Maar ook daarna, natuurlijk. Het salaris, dan ja, je zei dat terecht. Het salaris in de zorg. Nou, ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren. Het is echt het meest bizarre wat ik ooit in de Tweede Kamer tot nu toe heb meegemaakt. Toen hebben we heel lang geknokt dat er dus extra salaris kwam voor mensen die werken in de zorg. Een beetje, nog steeds te weinig, maar in ieder geval een beetje. En toen dreigde dat voorstel te gaan halen. En in de Kamer, je bent natuurlijk met 150 en op een gegeven moment moesten we daarover gaan stemmen. En toen waren er partijen die dat niet zagen zitten. En toen dreigde er een meerderheid voor te zijn. En toen zijn ze dus gewoon weggerend. Toen zijn ze dus gewoon weggerend uit de Tweede Kamer. Dus hoe bedoel je dat? Ja, gewoon letterlijk de zaal uit en de parkeergarage in, de auto in. Want het is namelijk zo dat de helft van die 150 moet in het gebouw aanwezig zijn. Anders kan er niet gestemd worden. Dat is een regel, zeg maar. Dus er moeten genoeg mensen binnen in huis zijn, zeg maar. Anders mag er niet gestemd worden. Dus zij dachten... Shit, dit gaat het halen. Dadelijk gaat er dus meer salaris naar zorgverleners. Weet je wat, als we nou zorgen dat niet de helft van de Kamerleden in het gebouw is... dan kan er niet gestemd worden en dan gaat het niet door. Dus gingen ze er gewoon van... Nou, echt. Toen dacht ik echt, kijk nou over beeld gesproken. Kijk nou wat je doet. Wat voor beeld is dit nou? Dan heb je eindelijk de kans om te regelen dat er een beetje fatsoenlijk salaris betaald wordt... En dan zie je dus op tv politici die gewoon rennend de parkeergarage ingaan... omdat ze te bang zijn dat dat gaat gebeuren. Ja. Ja, ik kon er echt met mijn verstand niet bij. Nou ja, uiteindelijk is het gelukkig wel alsnog gelukt. Dus er komt wel wat bij. Maar ja, de verschillen zijn gewoon veel te groot. En dat zie je ook. En het is niet alleen salaris. Het is überhaupt waardering. Het is überhaupt, heb je zeggenschap over je werk, weet je? Of heb je te maken met allerlei regels en bureaucratie en weet ik veel wat... Ja, als jij gewaardeerd wordt in jouw vak en dat jij gezien wordt om wat jij kan... Ja, dan verdien je ook dat jij de zeggenschap hebt om je eigen werk ook goed in te kunnen richten, bijvoorbeeld. Ja. Nou, en zulke soort dingen, ja, ik denk echt, daar heeft de politiek het afgelopen jaren zo laten liggen. En daar komt ook zo'n imago vandaan. En zeg maar, want ik hoor inderdaad die concrete dingen, studiefinanciering, stages, ja, salarissen. Maar het eerste gedeelte van wat jullie zeiden ging toch ook vooral over dat je ouders of je, nou ja, je sociale omgeving iets ervan vindt. Ik ben benieuwd, zeg maar, is het voor veel mensen die hier zijn herkenbaar? Dat oké. Okay. Ja. En waar merken jullie dat dan bijvoorbeeld aan? Is er iemand die daar iets over kan zeggen? Wie?
Ja, het zijn zeg maar de kleine dingen waarin je het merkt. Het is ook vaak dat een mbo-student niet als student wordt gezien. En daardoor denk je dat je dus minder waard bent. Dus dat eigenlijk. Ja, maar het begint al bij de naam dan, hè? Dus het zit hem ook bij in zo'n woord. Ook als je bijvoorbeeld een abonnement gaat afsluiten. Eerst was een mbo'er, dus officieel geen student. Dus je kent je korting niet. Dus dat is ook alweer een klein ding dat ik denk van ja, je studeert toch? Dus het klopt niet. Precies dat, ja. En volgens mij was daar nog iemand die daar iets over wilde zeggen. Het is al gezegd. Oh, de microfoon. Is er iemand die hier nog een vraag over heeft? Misschien ook over wat daaraan gedaan kan worden vanuit de politiek? Of een... Nou, ik merk bijvoorbeeld wel, als ik het gesprek aanga, dan zeg ik ook eigenlijk alleen maar dat ik social work doe. Nooit dat ik een mbo-student ben. Kun je misschien het begin van je vraag nog een keer zeggen? Natuurlijk, hoor. Ja. Ik vertel bijvoorbeeld alleen maar dat ik social work doe, nooit dat ik mbo-student ben. En het moment dat dat ter sprake komt, dan is eigenlijk altijd mijn gesprekspartner die dan zegt, maar die mensen hebben wij ook wel nodig. Maar wat is er vanuit de SP dan, wat jullie concreet gaan doen voor mbo-studenten, wat het verschil gaat maken voor ons of de generatie na ons? Ja. Ja, nou dat zit eigenlijk in alle dingen die jij net noemde. Dus bijvoorbeeld de studiefinanciering. We zijn nu bezig met stagevergoedingen. Want ik was hiervoor op een mbo in Apeldoorn. Naar deze autotechniek en zo. En daar hoorde ik een ICT. En daar hoorde ik ook dat een jongen mij bijvoorbeeld vertelde van ja, ik moet dan stage lopen. En mijn werkgever zeg maar krijgt zoveel van mij, maar ik krijg eigenlijk niks. Dus het kwam erop neer dat die werkgever gewoon keiveel geld verdiende aan de jongen die daar stage kwam lopen. Terwijl bij het Rijk hebben ze bijvoorbeeld een minimum stagevergoeding afgesproken. Dus wij zijn nou aan het knokken ook in de Tweede Kamer van Zorg nou bijvoorbeeld dat voor alle mbo'ers er zo'n minimum stagevergoeding is. Dat het ook niet zo is dat je elke keer zelf opnieuw, ik weet niet hoe dat bij jullie geregeld zelf is. Zelf moet onderhandelen, ja. Ja, maar bij sommige opleidingen is dat echt slecht geregeld. Dat ze gewoon niks krijgen of bijna niks krijgen. Dus zulke soort dingen. We hebben pas geleden nog binnengehaald, dat ging over niet gebruikte studiematerialen. Dat de school die bijvoorbeeld terug moet kopen. Nou, dat zijn allemaal van die dingen die dan op de universiteit allemaal super normaal is. Dat dat geregeld is, weet je, maar voor het mbo niet. Hè? Hoezo dan? Nou, dat hebben we nou ook dan voor het mbo geregeld. En alle ideeën zijn super welkom. Dus als jij daar ideeën over hebt, hoor ik dat ook nog steeds heel erg graag. Maar ik denk dat het daarnaast dus ook zit in hoe kijken we naar mbo'ers, hè? Hoe praten, de woorden doen er ook toe. Hoe praten we erover? Wat is het beeld ervan? En daar is echt nog een wereld te winnen. Heb je daar eigenlijk een idee over? Nou, niet specifiek, maar jij gaf ook aan van die stagevergoeding en zo. Ja. Ook heel, ik zeg, ik heb me niet ingelezen hoe dat bij hbo en zo is. Maar denk je dan niet dat op het moment dat wij als mbo'ers bedrag X moeten krijgen als stagevergoeding, dat het dan juist niet alleen maar aantrekkelijk wordt om hbo'ers aan te nemen? Als stagiaire? Hoe bedoel je? Omdat ze hetzelfde bedrag dan krijgen? Ja. Dat een stage dan bijvoorbeeld heeft van, nou, als dan voor hetzelfde geld kan ik net goed iemand hebben die naar ons inzien er misschien meer van af weet of meer waard zal zijn dan een mbo-student. Dat je dan juist nog meer verdeeldheid gaat creëren. Ja, ik snap wat je zegt, maar uiteindelijk, kijk, zo zou je ook kunnen redeneren bijvoorbeeld met het minimumloon. Hè? Ja, we gaan ook niet zeggen, we schaffen het minimumloon maar af, want dan kiezen ze misschien voor iemand anders. Het is ook omdat je zegt, hey, hallo, maar dit is wel gewoon wat wij de basis vinden. En dat je ook uitspreekt, van het is toch belachelijk dat je, als je van het mbo komt en je loopt stage, dat je dan dat dan gewoon zonder vergoeding zou moeten doen of zo. Huh? Dus hoezo bij een andere opleiding krijg je dat wel, en als je mbo doet, dan krijg je dat niet. Nou, ik vind dat een heel belangrijk principe. En dat je dan samen afspreekt, nou, dus is het minimaal dit. En dan kan je nog wel kijken, ja, misschien kun je wat beters uit onderhandelen. Nou, dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Ja. Maar ja, je hoort nu zo vaak dat mbo-studenten gewoon niks krijgen of veel te weinig krijgen. En dat er eigenlijk op die manier gewoon toch ook misbruik van wordt gemaakt. Ik zie daar een vraag. Ik ben ook wel benieuwd zometeen al. Er was ook een vraag van Marwa over het minimumloon. Mocht je zo meteen een vraag willen stellen? Ik heb ook een vraag over... Ga maar staan, ja. Ik heb ook een vraag over de andere student zei van mbo's worden vaak niet voorgetrokken. En hbo wel. Maar dat merk ik ook als je op zoek bent naar een kamer of een huis. Zeggen ze altijd, ga je naar het hbo toe? En dan als je nee zegt, dan is het opeens, oh nee, we hebben hbo-studenten nodig. Omdat ze dan daar meer zekerheid in zien dan mbo-studenten. En ik heb het één keer nagevraagd en ze zeggen, ja, bij uitval bijvoorbeeld. Dus ze gaan vanuit dat mbo-studenten altijd opgeven of dat wij niet stabiel genoeg zijn om een kamer te hebben. Of
dat, ja, dat HBO's altijd voorrang hebben op alles. Ook gewoon kamers, studentenkamers. Terwijl we eigenlijk allemaal hetzelfde bedrag betalen uiteindelijk. Ja, hoe ziet u daar eigenlijk tegenop? Ja, ik denk dat het alles te maken heeft met wat hier net ook al werd gezegd. Hoe ernaar wordt gekeken. En dat is natuurlijk iets wat ook... wat we moeten bestrijden, denk ik sowieso natuurlijk. Maar ja, wat de politiek ook wel heeft laten gebeuren. Hè. Ik heb dat ook gemerkt, nou ja, om een beetje in die corona te blijven, omdat we het daarover hadden. Er werd op een gegeven moment ook gezegd van thuiswerken. Weet je wel, je moet maar thuiswerken. Maar er zijn natuurlijk heel veel beroepen, ja, die kunnen helemaal niet thuiswerken. Weet je, als jij naar het verpleeghuis moet, dan kun je niet thuiswerken. En dan merkte ik ook in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, hoe makkelijker dan werd gezegd, oh, iedereen werkt maar thuis, weet je wel. En dan gewoon lekker achter je laptopje, maar dat geldt natuurlijk helemaal niet voor iedereen. Nee, en dat was natuurlijk wel op die manier veel veiliger, want dan kon je niet besmet raken en zo. Maar dan ga je er zo aan voorbij dat het natuurlijk gewoon ontzettend veel mensen zijn die dat helemaal niet kunnen. Ja, als je op de bus zit of je moet in het verpleeghuis werken, of dan kun je helemaal niet thuis werken. Maar daarmee zeggend, dat toen merkte ik dus van, oh ja... het lijkt alsof ze dat helemaal niet zien of zo. Omdat ze waarschijnlijk maar weinig mensen kennen die dat werk doen. Of op die manier dat ze daar helemaal aan voorbij gaan. Zitten er eigenlijk genoeg mbo'ers met een mbo-opleiding heel weinig dus in de Tweede Kamer? Heel weinig, ja. Wij hebben iemand met een mbo-fractie. Maar ik geloof dat, nou, ik weet niet of we de enige zijn, maar het zou zomaar kunnen. Zouden jullie zelf de politiek in willen? Ik zie daar een paar mensen knikken. Hoezo? Wie zou zelf de politiek in willen? Is er een van jullie die misschien wil vertellen waarom je dat zou willen? Best veel, hè? Nou, hoi, ik ben Marwan. Eigenlijk mijn grootste reden om de politiek in te willen zou zijn om te laten zien dat iemand met een migratieachtergrond en met een hoofdbedekking het ook zou kunnen. Net zo goed als de andere mensen in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Dus dat zou eigenlijk gewoon mijn grootste reden zijn om echt andere mensen te laten zien van, als je het wil, dan kan jij het ook. Ook al zie je er anders uit dan de rest. En ook al heb je een migratieachtergrond, je kan het alsnog als je ervoor gaat. Heb je het gevoel dat er nu genoeg mensen in de Tweede Kamer zijn waar jij je in kan herkennen? Nee. Mijn eerlijk antwoord is nee. Wat ik heel jammer vind, want ik vind dat de Tweede Kamer een hele grote rol bijdraagt aan Nederlandse volk. Hè? Want jullie zijn eigenlijk een soort van voorbeeld van ons. Als ik naar iemand moet opkijken, dan zijn het wel een beetje de mensen van de Tweede Kamer. Omdat jullie best wel veel macht in handen hebben, als het ware. En dan vind ik het heel jammer om dan zo weinig gekleurde mensen, of mensen van een migratieachtergrond, of mensen met een hoofdbedekking, te zien in de Tweede Kamer. Dat vind ik eigenlijk gewoon heel jammer, want jullie laten zien aan Nederland wie wij zijn. Jullie vertegenwoordigen Nederland ook aan andere landen als het ware. En om dan zo weinig mensen te zien, laat eigenlijk een beetje zien wat voor land we zijn, vind ik. Dat laat een beetje zien dat we alsnog heel erg achterlopen in de ontwikkeling qua vrijheid en qua uiting van religieuze dingen zoals een hoofdbedekking of uiting van migratieachtergrond. Maar ik denk dat het dan super mooi is als je dat later dan misschien zelf gaat doen. Ja. Hoe luister jij daarnaar? Ja, nou ja, dat dus toch? Super. En dat je dan ook zegt, nou, ik wil dat wel gaan doen. Want kijk, dat is zo. We leven gelukkig in een vrij land. Iedereen boven de 18 mag zich kandideren. Dus dat is super goed. Dan denk ik, ja, dat hebben we nodig. Dat mensen zich uitspreken. En dat ze zich ook zeggen, ik ga dat doen. En ik ga me er tegenaan bemoeien. Ja, mooi. Er waren ook, zeg maar, want we zitten natuurlijk hier, jullie doen allemaal sociaal werk als opleiding. Er waren ook best wel wat vragen binnengekomen die daarover gingen, of over werk in de zorg. Is er iemand die misschien zijn of haar vraag daarover nog wil stellen? Hier daarvoor. Ja, in het midden. Hi, mijn naam is Zanna. Ik heb niet echt een vraag over de school of zo. Maar ik had wel een voorstel, want nu worden mbo's laag opgeleid genoemd en hbo's plus universiteit, zeg maar, hoog. Dus het leek, zeg maar, eigenlijk ons een idee, want we hebben daar ook heel vaak over gedebatteerd, om mbo's praktische geleerden te noemen en hoog opgeleide theoretisch. Want dat brengt ons wel in een positiever daglicht en kan het imago daardoor ook veranderen langzamerhand. Mooi voorstel.
Ja, ik ben daar helemaal voor. Ik vind ook echt dat we dat moeten doen. Ik probeer dat zelf wel altijd al te doen. Ook omdat ik het zo vind. Want dat is wel, hè. Ik ben er helemaal voor. Dus ik vind het een goed voorstel. En ook bij ons in de fractie hebben we het daarover dat dat belangrijk is. Want woorden doen het toe. Weet je wel, dat is gewoon belangrijk. Maar daarnaast vind ik, moet ook als het gaat over waardering. Want anders is het ook, dat zeg ik dan heel eerlijk tegen jou erbij. Dat heb ik te vaak gezien in de politiek. Dan denken ze, ja, dat is wel lekker makkelijk. Dan veranderen we een woordje bij wijze van. Hè. Nou, dat kost niks. En dat is het dan. Nou, dan heb je toch, wat zeuren jullie dan nog? Dan heb je toch je waardering. Want jullie worden dan toch nu praktisch opgeleid genoemd. In plaats van laag opgeleid, weet je. Ja. Maar daar mag het natuurlijk niet bij blijven. Dus ja, we moeten dat echt vanaf vandaag gewoon, moet iedereen dat gaan doen, vind ik. Mm-hmm. Maar daarnaast, het zit hem niet alleen maar in het woord, maar nee, een woord moet wel aan het begin zijn. Echt ja. Een waardering komen, een betere waardering. Ja, ja, ik ben. Ik hoor net dat ik ook gewoon de vraag kan stellen, maar ik ben eigenlijk nog wel benieuwd of iemand het misschien zelf wil stellen. Ik weet dat hier. Ik heb ook nog een mooie vraag binnen van Imaan. Ik weet niet of zij haar vraag wil stellen. Wat zeg je? Ik mag hem stellen? Nou, dan ga ik dat gewoon doen. Je had een hele mooie vraag en het ging over dat jullie werken voornamelijk in de zorg. En dat er de afgelopen jaren de zorg ook uitgekleed is. En dat personeel heel hard moest werken. Ja. In de vraag staat ook dat je daardoor het gevoel had dat je minder vrijheid had. Ook in je persoonlijke sfeer. Omdat je dus minder betaald kreeg. Hmm. Hoe denkt de SP hierover en wat kan daar gedaan worden? Ja. Snap ik van jou als de vraag, hè? Ja, dat snap ik helemaal. En daarom toen jij helemaal op het begin van dit gesprek aan mij vroeg van wat is vrijheid, begon ik niet over hele grote dingen en oorlog en vrede. Want zeker, dat is ook vrij. Maar zei ik juist dit, hè? Dat je bijvoorbeeld voldoende verdient om te kunnen doen wat je belangrijk vindt. Hè? Om de keuzes te maken die je wilt maken. Ja, en daar is echt gewoon, als het gaat om de zorg, dan denk ik, daar is gewoon zoveel kapot gemaakt, ook de laatste jaren, door de politiek. Er is natuurlijk heel veel bezuinigd op de zorg, hè? Niet alleen de verzorgingshuizen gesloten, maar ook in de thuiszorg. En op de salarissen zijn jarenlang niet omhoog gegaan van mensen die werken in de zorg, terwijl andere salarissen van andere beroepen in Nederland wel stegen. En daardoor zijn die verschillen steeds groter geworden. En daardoor krijg je ook dat verhaal over waardering en imago en zo. En het is zo makkelijk, vind ik. Ik noemde niet voor niks dat applaus, dat heel Nederland ging klappen voor de zorg. Nou, dat was natuurlijk hartstikke mooi. Maar vervolgens, ja, moet er dan ook wel wat veranderen natuurlijk. Maar als jij twee dingen zou mogen veranderen voor bijvoorbeeld deze groep, wat zou je dan, als je het morgen kon veranderen, wat zou je dan doen? Nou, de waardering, omdat ik dus vind, kijk, op het moment dat je meer waardering en dus ook gewoon een beter salaris concreet, dat doet namelijk ook wat met hoe er naar een vak gekeken wordt. Ja. Dus dat zou ik zeker, dat zou ik echt morgen doen. En dat hebben we ook al 100 keer voorgesteld in de Tweede Kamer. En daar blijven we ook mee bezig. En ik zou zeker ook vinden dat mensen die werken in de zorg, dat die veel meer te zeggen moeten krijgen over hoe ze hun eigen werk inrichten. Hè? Dus je hoort vaak. Dus meer vrijheid in het, zeg maar, tijdens je werk. Ja, ja, je hoort bijvoorbeeld natuurlijk ook heel vaak mensen die met zorgverzekeraars te maken hebben. Weet je wat? Ik zie jou heel hard knikken. Ja, dat de zorgverzekeraar dan gaat zeggen van wat er wel of niet nodig is. Terwijl denk je, ja, hallo, maar je hebt iemand, een professional zitten die weet wat er nodig is en die doet het werk met zijn hart. Ja, ja, geef diegene de ruimte, hè, om het werk op een goede manier te doen. Hebben jullie veel te maken met regeltjes? Misschien tijdens jullie stages of wat dan ook? Ik zie geknik. Nou, vaak wordt er door mensen die eigenlijk niet eens in de zorg werken, ja, of met die bepaalde doelgroep werken, worden regels vastgesteld en bepaalde eisen vastgesteld om dingen te doen. Alleen als jij nooit met die doelgroep gewerkt hebt, hoe kun je daar dan een regel op maken? En hoe kun je dan een idee hebben hoe het er op zijn minst uitziet? Ik snap dat je misschien wel kennis ervan hebt of dat je er wel een keer mee gewerkt hebt. Maar in een dagelijkse situatie is het heel erg anders dan ooit een keer in je leven. En ik vind eigenlijk ook persoonlijk wel dat zoiets wel veranderd mag worden. En welke regeltjes mogen van jou er als eerste eruit? Nou, bijvoorbeeld bij Amarant mocht ik uiteindelijk niet met een bepaalde cliënt als stagiair zijnde een rondje gaan wandelen. Omdat dat gevaarlijk zou zijn. Alleen die cliënt die deed geen vlieg kwaad. Ten tweede, ik kende hem. Ten derde,
ik deed dat al sinds dag 1 dat ik daar zo liep. En dat was het enige momentje van 9 tot 5 dat hij even naar buiten ging. Want hij kon zelf niet even een rondje gaan lopen. En uiteindelijk, omdat hij dus wekenlang, omdat we echt heel veel daarvoor geregeld hebben, omdat hij wekenlang binnen heeft gezeten, is hij echt heel erg sad geworden. En ja, dat is wel zorgelijk. Ja. Dat is erg toch, hè? Dat dan de regels boven mensen gaan. Helaas wel. En dan schiet het natuurlijk totaal door. En dat zit wel in het systeem. En daar is de politiek natuurlijk wel gewoon ook verantwoordelijk voor. En maar hoe komt het dan dat er zoveel regels gemaakt zijn? Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat er ooit bedacht is dat ze zei, ja, het zou wel goed zijn als er bijvoorbeeld concurrentie is in de zorg, weet je wel. Dus dat is op gemeenteniveau, dat verschillende organisaties dan met elkaar moeten gaan concurreren om het werk. En dan moet je maar hopen dat de organisatie waar jij werkt, dat die het wint. Of dat als een ander het krijgt, dat je wordt overgenomen. Nou, dan krijg je weer gedoe met je arbeidsvoorwaarden, weet je wel, dat soort dingen. Ja. En op andere plekken hebben we dat ook gezien in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Hè, met zorgverzekeraars die zeggen, of met fysiotherapie, van nou, zoveel behandelingen mag maar. Of binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoveel behandelingen. Nou, en als je dan niet beter bent, ja, jammer dan voor jou. Ja, ja, en dat hele systeem, dat werkt totaal niet. Dus wat ons betreft zeggen we, nou, we geven de zeggenschap aan de mensen die het werk doen. Die weten het beste wat er nodig is. Ja. We gaan zo meteen afsluiten. Maar is er nog iemand die een laatste vraag wil stellen? Of twee laatste vragen? Komt nog even iemand naar jou toe? Ja. Dit is jullie kans. Dus je mag je vraag stellen waarover je vraag wil stellen. Ik heb eigenlijk een beetje een algemene vraag over het onderwerp vrijheid. Want mijn vraag is, in hoeverre kunnen wij Nederlanders spreken over echte vrijheid? In hoeverre zijn we eigenlijk echt vrij? Want vrijheid is een hele brede, grote eigenlijk onderwerp, iets. Maar alsnog vind ik bijvoorbeeld dat ik veel minder vrij ben in Nederland dan iemand anders. Dus in hoeverre kunnen wij Nederlanders spreken eigenlijk van volledige vrijheid? Ja, goede vraag. Want ik denk precies wat jij zegt. Dat is een heel breed begrip. En het is, als je naar onze rechtsstaat gaat kijken en zo naar de regels, dan zou je kunnen zeggen, nou, we zijn vrij inderdaad. Maar in de praktijk is dat natuurlijk heel vaak niet zo. Want jij zult, vertelde je net geloof ik maar, al een beetje tegen dingen aanlopen. En anderen zullen dat ook hebben. Omdat je gewoon merkt dat door je omstandigheden, en dat kan zijn je achtergrond of afkomst, dat kan zijn je financiële situatie, dat kan zijn waar je vandaan komt. Ja, wordt er bijvoorbeeld anders naar je gekeken of wordt er anders met je omgegaan? En dat zijn dingen die je misschien nog wat moeilijker in... We hebben artikel 1, weet je wel. En we zeggen altijd in Nederland, nou, iedereen is gelijkwaardig. Maar in de praktijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Want ik noemde net al even toeslagenschandaal bijvoorbeeld. Nou, de mensen die hebben gewoon allemaal keihard gewerkt. En die hebben geen vlieg kwaad gedaan. En toch zijn ze helemaal kapot gemaakt door de overheid. En al hun vrijheid is afgepakt. Tot aan hun kinderen aan toe. Die soms uit huis zijn geplaatst. Terwijl de ouders daar op dat moment niks aan konden doen. Ja, nou, daar gaat je vrijheid natuurlijk. Dus in theorie zijn we in Nederland natuurlijk, we zijn een vrij land. Maar ja, we moeten dat wel allemaal bevechten elke keer opnieuw. Ja. Dat is wel zo. Je moet ook zorgen en ook dat, voor elkaar opkomen dat iedereen vrij kan zijn. Mooie vraag. Is er iemand anders die nog een van de laatste vragen wil stellen? Oh, ik zie er toch nog een paar. Ik zie er nog drie. Die drie gaan we doen. Kun je de microfoon misschien doorgeven? Ik ben Janne. Ik had een vraag over het oorlog bij Oekraïne. Mm-hmm. Waarom is het verschil tussen Oekraïense vluchtelingen en andere vluchtelingen heel groot? Hoe bedoel je dat? Nou, nu bijvoorbeeld binnen een maand is alles geregeld voor de Oekraïense. Maar degenen die al 3 jaar in de AZC zitten, die hebben nog steeds minder. Ja, dat heeft praktisch te maken met dat mensen die uit Oekraïne komen, die kunnen vrij hier naartoe komen. Dat heeft de Europese Unie bedacht en geregeld. Dat is anders voor mensen buiten de Europese Unie. Dus bijvoorbeeld mensen uit Oekraïne, die zeker die vluchten voor de oorlog daar, maar officieel zijn ze geen vluchteling als in de zin van dat ze het aan moeten vragen, want ze mogen hier gewoon zijn en ze hebben gewoon recht op onderdak en als ze dat allemaal willen. Dus dat is zeg maar het praktische antwoord op jouw vraag. Maar wat ik daar dan van vind, ja, ik vind dat wel erg. Want je ziet nu inderdaad dat het gewoon heel slecht geregeld is met de opvang van vluchtelingen.
En dat mensen gewoon uit een verschrikkelijke situatie komen en dan hier naartoe komen. En dan denk je, nou ja, het minste wat wij kunnen doen is toch mensen netjes opvangen. En zelfs dat lukt dan al niet. Nou, dat is natuurlijk wel beschamend dat mensen dan op de grond moeten slapen en dat soort dingen meer. Dus ja, dat vinden we wel, dat dat echt veel beter moet. Want jij stelt deze vraag, maar wat vind je er zelf van? Ja, mijn moeder werkt bij vluchtelingenwerk. Mm-hmm. En ik krijg dan heel veel mee. Deze week krijgt zij 72 Oekraïense vluchtelingen. En ja, het schokt mij dan heel erg dat hun dan bijvoorbeeld 2 keer zoveel leefgeld krijgen als andere vluchtelingen. Terwijl die kinderen en die ouders kunnen niks aan doen waar ze geboren zijn. Dus ja, dat raakt mij wel. Ja. Er waren nog een paar vragen aan die kant. Kun je je hand omhoog steken als je nog een vraag wil stellen? Hier vooraan en daar. Nou hoi, ik ben Stan. Ik had nog een vraag over de gesloten jeugdzorg. Wat vindt u eigenlijk van de gesloten jeugdzorg? Want in principe bepalen mensen dat kinderen naar een gesloten instelling moeten. Ja. En vaak nog zelfs in oude gevangenispanden of eigenlijk gewoon dingen die ik persoonlijk niet zou willen zien in Nederland. Wat vindt u daarvan? Nee, ja. Ja, heftig. Als je wil, moet je me daar ook zo vertellen wat jij, want je zegt van je zou dat niet willen zien. Ik denk, ik ook niet. Nee. Dus ik vind ook dat we daar vanaf zouden moeten. Zeker nu. En dat is absoluut niet, en dat wil ik wel erbij zeggen, echt geen kritiek op mensen die werken in de jeugdzorg. Want zo wordt het dan wel vaak gevoeld natuurlijk. Denk, ja, maar die mensen doen ook super hun best. In de jeugdzorg zie je ook wachtlijsten, hoge werkdruk, dat er veel wisselingen zijn. Waardoor jeugdzorgverleners ook zeggen van ja, ik kan helemaal niet de zorg bieden die ik zou willen bieden. En dan uiteindelijk, en dat vind ik dan echt super triest, dan uiteindelijk wordt er dan gezegd, oh, dan plaatsen we maar iemand gesloten. Weet je? En dat vind ik dus, dat kan echt niet. Kijk, misschien zou het zo kunnen zijn dat je in hele specifieke gevallen, in hele specialistische zorg, ik weet het niet, maar ter bescherming van iemand, dan samen zegt van oké, dat is het beste of zo. Maar zoals het nu dus vaak gaat, namelijk, ja, we weten eigenlijk geen raad met iemand, of er is nog erg, er is geen plek. Dat kan toch niet, dat er dus geen plek is voor iemand die zorg nodig heeft. En dan wordt er gezegd, nou, dan gaat maar in de gesloten jeugdzorg. Ja, dat vind ik wel heel erg. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jij dan vindt. Wat bedoelt u? Wat vind je van gesloten jeugdzorg? Maar ja, denk je hetzelfde? Of, Nee, er is op dit moment een jongen op TikTok en hij heet Jason. En hij voert een soort van campagne om de gesloten jeugdzorg te sluiten. Ja. En ik ben gewoon een paar van zijn filmpjes aan het kijken en toen kwam ik eigenlijk op deze vraag. Maar hij zegt wel dat hij geeft ook voorbeelden, bijvoorbeeld dat hij moet vragen of hij naar buiten mag of dat hij om die kleine dingen. Dus ja, dat was ook eigenlijk mijn vraag. Ja. Was je er verbaasd van toen je dat hoorde? Ja, zeker. Ja. 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 Ja, want die jongen was ook op de grond geduwd omdat hij iets niet wou of zo. En toen die dingen. Mm-hmm. Ja, dat. Ja, heftig. Ja. Ja. Ik denk dat we de laatste vraag gaan doen. Er was nog één vraag daar. Realiseer je dat je de laatste vraag hebt? No pressure. Oh. Hoi. 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 Oh, nu kijkt iedereen. Oké. Okay. Kijk, je hebt me echt onder druk gezet. Doe gewoon je ding. Oké, Je mag alles vragen, hè? Ja. Hoe komt het eigenlijk, als er überhaupt reden is, waarom er zo weinig diversiteit in de Tweede Kamer is? Want wij gekleurde mensen met immigratieachtergrond, moeten er maar op vertrouwen dat een praktisch witte regering ons gaat helpen met het bestrijden van discriminatie. Wat, ja, naar mijn gevoel een beetje, ja, ze weten niet hoe het is, ze hebben het nooit ervaard. Ze weten niet hoe het is als je een winkel binnenloopt, dat iedereen je aankijkt en je gaat vragen, kan ik je ergens mee helpen? Ze weet niet hoe het is om ergens afgewezen te worden door je huidskleur. Ze weet niet hoe het is om een vooroordeel te hebben zonder dat mensen je überhaupt kennen. Mm-hmm. Dus hoe moeten wij erop vertrouwen dat zoals ik al zei, praktisch witte regering eigenlijk ons daarbij gaat helpen? Mm-hmm. Mm-hmm. Het beste antwoord is denk ik, volgens mij stak je ook je hand op, toch? Toen net werd gevraagd van, goh, zou je misschien ooit ook wel eens in de politiek wat willen doen? Ja, ik zou echt zeggen doen. Dat is natuurlijk wel het allerbeste uiteindelijk. Hè? Jezelf laten horen, nou, dat doe je nu supergoed. En dat is ook belangrijk, denk ik. En ik snap ook heel goed wat je zegt. En tegelijkertijd denk ik ook wel... ik
heb niet een migratieachtergrond, maar ik word wel geraakt door wat jij zegt, zeg maar. En ik ben super bereid om solidair met jou te zijn en daarvoor te knokken. Maar ik snap ook heel goed dat jij zegt, ja, maar ik vind het ook belangrijk dat het representatief is. Dat ik mezelf herken. Ja. Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Alleen ik hoop wel, dus aan de ene kant dat gaat lukken. Daar moeten we volgens mij met z'n allen aan werken, want dat is gewoon super belangrijk, sowieso. En aan de andere kant hoop ik ook dat we wel samen, zeg maar, want ik vind het, ja, je hebt gelijk, van ik heb dat nog nooit ervaren. Nee, dat klopt. Maar als ik jou daar ook over hoor vertellen, dan raakt mij dat echt. En dan word ik daar heel boos van. En dan ben ik super gemotiveerd om met jou hopelijk dat aan te pakken en daarvoor te knokken. En ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk is. Weet je, dat we het wel samen doen. En vooral dat de solidariteit tussen mensen, of het nou arm en rijk is of zwart of wit, weet je wel, dat moeten we volgens mij organiseren. Ja, ik hoor dus twee dingen. Politici moeten goed luisteren naar verhalen van bijvoorbeeld jou. En we moeten zorgen dat de politiek meer divers wordt. Dus ik hoop van harte dat je ooit actief wordt. Ja. Komt goed. Ja. Nou. Ja. Yes. Goed zo. Ik heb nog één vraag aan jou als afsluiter. Ja. Je hebt allerlei verschillende soorten verhalen gehoord, allerlei verschillende soorten vragen. Wat neem je nou mee de Tweede Kamer in? Nou, over dat MBO natuurlijk. Ja. Ja, joh, wat jullie hier vertelden, dat is echt. Ik vind dat raakt mij dus ook, om heel eerlijk te zijn. Ja. Kijk, de zorg, daar hebben we het uiteindelijk niet zo super veel over gehad, maar daar ben ik heel veel al mee bezig. En weet dat we daar echt wel voor knokken, dat er meer waardering komt van mensen die werken in de zorg. Dat is super belangrijk. Maar ook dus voor MBO. En dat raakt me wel. Als ik van jullie ook hoor, van ook vanuit huis, maar ook vanuit de samenleving, weet je, dat er toch een beetje het gevoel is dat erop wordt neergekeken. Ja, ik vind dat zo onterecht. Ik merk, daar word ik echt een beetje boos van. Ja. Want dat is, ja, dat, nee, dat kan ook gewoon echt niet. Dus ja. Dat gaat ze meenemen. Zeker. En jullie kunnen er in de gaten houden. Hè? Dus gewoon over een jaar kijken, heeft ze het al genoeg aangekaart. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie mooie vragen. En dat jullie ook zulke persoonlijke verhalen wilden delen. En dankjewel Lilian, dat je hier wilde zijn en alle vragen beantwoorden. Ik zeg applausje voor Lilian. Voor jullie. En ik moet het toch even doen. Er zijn een paar partners die ik wil bedanken. En dat zijn het V-Fonds, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Stichting Uitvoering 75 jaar Vrijheid, de MBO-raad en natuurlijk ROC Tilburg Zorg en Welzijn. APPLAUS